Vanavond 1500 meter op de baan in Barendrecht, CAV Energie. We gaan lekker lopen. Ik ben benieuwd hoe het gaat lukken. Ik hoop onder de 4 minuten te lopen. Naar de 1500 meter in Barendrecht, CAV Energie. Lekker lopen. We gaan het doen. Ik hoop onder de 4 minuten te lopen. Maar het is altijd de vraag, zeker bij zo'n afstand als 1500 meter waar ik niet echt op train. Maar we gaan het zien. De laatste keer was 4:01. Dus hopelijk een mooie tijd. En ik heb wel eens in een leuk avondje even op de baan. We zijn er bijna. Om 9:15 moet ik lopen. Het is nu 8:10. Tijd voor een cafeïne pilletje. Even innemen en dan melden voor startnummer en gaan. Hallo, hallo. Kijk eens. Deze man is speciaal voor mij hier met de fiets heen gekomen om te kijken. En dit is mijn nieuwe cameraman voor vandaag. Stel jezelf even voor. Hoi, ik ben Dennis, oud-collega van Emiel. Helemaal top. Hij komt helemaal hier kijken. Thanks. Ze beginnen met de langzaamste serie. En ik zit dus goed nieuws in de snelste serie. Dus mijn nicotinepil. Nicotine? Mijn cafeïnepil. Die werkt niet meer, dus helaas. Maar goed, eventjes wachten nog en dan kunnen we gaan. Niet roken, jongens. Raad uw aandacht voor de start van serie 5 op de 1500 meter. We mogen starten. En ik ben het niet echt gewend. Ik doe niet zoveel baanwedstrijden, dus dat moet ik nog leren. Uiteindelijk kom ik achteraan de groep terecht. Niet helemaal nadelig, omdat na de eerste bocht, je ziet het niet in deze bocht, want de video stopt dan net, valt iemand en daar kan ik nog goed omheen. Maar ik start wel achteraan. De eerste 300 meter kom ik door in 46 seconden. Ik heb nu 2 mensen ingehaald en het tempo zit er goed in. Ik voel, dit tempo kan ik goed aanhouden. In deze bocht passeer ik nog iemand en ik loop langzamerhand steeds meer naar voren. Let's go, Emiel! Ik zie dat tussen de 2 atleten voor me weer een klein gaatje naar de volgende groep komt. En dat is onhandig. Dus ik probeer een beetje meer mensen in te gaan halen vanaf dit moment. Om uiteindelijk het gaatje weer dicht te krijgen. Ik maak een ronde van 64, maar er zit wel een groot gat tussen mij en de kopgroep. Ik loop nog ontspannen en ik denk, oké, eigen tempo blijven lopen. Dit gat is aardig groot, maar blijf gewoon rustig op je eigen tempo doorlopen. Misschien hou je nog wat bij, misschien niet. Dit is in ieder geval het tempo waarop je gaat lopen. Het gaatje wordt iets kleiner en we gaan nu alweer richting de laatste ronde. Ik schrik er elke keer van als ik een 1500 loop, want het is zo kort. Ik pak weer een ronde 64. Ik zie 2 minuut 54 op het bord. En ik denk als ik hetzelfde tempo loop, moet ik het kunnen halen. Ik voel me echt nog goed. En ik kom ook steeds dichter bij de persoon die voor me loopt. Ik denk dat ik deze keer onder die 4 zou kunnen gaan. Nog 200 meter te gaan. Ik stort niet helemaal in. Mijn techniek loopt nog goed. Redelijk ontspannen. Dus ik denk oké, doorzetten. Dit moet hem worden. De laatste 100 meter. Nog een volle sprint en je hebt hem. Het is zwaar, maar ik zit er nog niet helemaal doorheen. Dus ik kan echt nog op een tempo door blijven lopen. En ik voel, oké, het moet gaan lukken om onder die 4 te komen. De eerste mensen zijn gefinished en ik kom erachteraan. Nog een paar stappen, alles verzuurd. En volgens mij heb ik het gered.
3:59:03 onder de 4. Na mijn verzoek in de vorige video om te abonneren, hebben er heel veel mensen geabonneerd. Super bedankt daarvoor, het helpt me heel erg mee. Thanks. 3:59, volgens mij is het gelukt. Dus het is wel pijnlijk man, deze afstand. Heel snel. Lekker gelopen en tevreden. Dus nu even terug naar vrienden die hebben gefilmd. Ik ben wel blij. Gemiddeld heb ik het tempo van 2:39 gerend op de 1500 meter. En dit is een tempo wat ik echt nooit train. Dus ik train eigenlijk niet veel harder dan de 5 kilometer tempo. Dus blijkbaar lukt het ook als je niet op het specifieke tempo traint. 2:39 is gemiddeld het tempo geweest. En zoals ik al zei, dat zijn niet de trainingen wat ik doe. Ik doe meestal langere trainingen. Ik had ook de week hiervoor een week van 134 kilometer. En op dinsdag had ik ook al 40 kilometer gelopen. Dus wel tof dat het dan ook echt lukt. Want het was echt een tussendoortje om te doen. Dus je hoeft niet per se op het tempo te trainen wanneer je uiteindelijk de race gaat lopen. Dat is één ding wat zeker is. Bedankt voor het kijken. Laat een reactie achter in de comments. Like, subscribe en tot de volgende video. Later.